Goed. We hebben een lekker grote groep, jongens, vanochtend. Leuk. En Jan, eerste keer. Lekker bezig, jongen. Goed. Wat we gaan doen, guys. We gaan eigenlijk een tweedelige workout doen. Waarbij we zo meteen beginnen met een stukje core strength. Dus we gaan werken aan ons core. Doen we IMOM-stijl voor 9 minuten. En elke minuut zijn we 40 seconden aan het werk en heb je 20 seconden rust. Eerste minuut, hollow rocks. We hebben al vaak gedaan, pittige oefening. Komen in de hollow positie en dan moeten we een beetje op en neer schommelen. Excuses, tweede minuut gaan we odd object plank slides doen. Dus een beetje een nieuwe beweging, een beetje een gekke beweging. Gaan we straks laten zien met Chester. En we eindigen met de mountain climber. Dat doen we 9 minuten lang, oftewel 3 rondes van deze 3 oefeningen. Daarna pakken we even een paar minuten rust, want de core gaat zwaar krijgen straks. En dan gaan we naar de workout. AMRAP van 12 minuutjes, dus we gaan 12 minuten lekker bewegen. In die 12 minuten ga je zoveel mogelijk rondes maken van de 4 oefeningen die we hebben. En de eerste oefening is de hang snatch. Kan je met allerlei objecten gaan doen. Een kettlebell, een dumbbell, een rugzak die je hebt die wat verzwaard is. Flessen water, ik noem maar wat. Kies iets wat een beetje gewicht heeft en dan gaan we snatches doen. Heb je een enkele dumbbell of een kettlebell, kan je alternating snatches doen. Heb je één object dat groter is, dan doe je gewoon met beide handen de snatch. Dan, na 20 snatches doe je 10 burpees. Om even het hartslag lekker omhoog te brengen. En daarna gaan we naar een hele leuke beweging, de tuck jump. Jester had er al heel veel zin in toen hij het zag vanochtend. 20 stuks vanuit de staande positie, springen we met de knieën richting de borst. Heel intens. En we eindigen met 10 weighted lunges. Dus met dat gewicht gaan we lunges maken. Alternating. Dat is 1 ronde. In die 12 minuten gaan we proberen zoveel mogelijk rondes te doen. Yes? Voor we daaraan gaan beginnen, jongens, gaan we eerst even lekker opwarmen. En voor de warming-up gaan we een AMRAP doen van 5 minuten, beginnend met 20 lateral hops. Lateral hop is vanuit de staande positie. Voeten mooi bij elkaar. Spring je omhoog naar de zijkant. En dan gaan we 20 keer springen. Yes? Hoeft niet hoog, hoeft niet ver, je hoeft geen object neer te leggen. Het gaat erom dat we gewoon lekker zijwaarts springen. Vervolgens doen we 10 sit-ups. Ga je lekker op de grond zitten. Heb je een app matje, kan je die gebruiken. Of heb je een yogamat, misschien fijn. Vanuit de zittende positie, voeten tegen elkaar. Gaan we gewoon de standaard sit-up doen. Hier doen we er 10 van. Vervolgens doen we 10 groiners. Kom je in de push-up positie. Vanuit hier gaat er even één been naar voren, even naast je hand plaatsen. Ga even lekker in je heupen hangen. Vervolgens is het naar de andere kant. Hier doen we er 10 in totaal, waarbij we 5 per been doen. En elke keer wissel je af per been. En we eindigen met 10 up-and-downs. Hartslag even omhoog brengen. De halve burpee. Zorg ervoor dat je in deze plankpositie goed die core aanspant. Dat we niet gaan doorhangen met onze heupen. Dus dat willen we niet zien. We willen spanning houden. Yes? 5 minuutjes, lekker relax tempo. Je kan gedurende die 5 minuten elke ronde even langzaam het tempo een beetje opvoeren. Zodat we echt even goed warm worden. Alright guys, ga lekker klaarstaan. Dan gaan we 5 minuutjes werken. Om even goed warm te worden. Oké, get ready guys. Komt ie aan in 3, 2, 1 en go. Kom maar, we beginnen met 20 relaxte lateral hops. Even de onderburen wakker maken. Ja, 20 van gedaan, gaan we naar de sit-up. 10 stuk, zorg dat je schouders de grond raken achter. En voor even de schouders voorbij de heupen komen. Dus full range of motion hebben, jongens. Jess doet ze een soort van strict, hoeft niet. Kan lekker je armen gebruiken. En heb je 10 sit-ups gedaan, gaan we naar de groin toe, jongens. Kom je in de push-up positie, gaan we de heup even lekker openen. Probeer je voet zoveel mogelijk naast je hand te plaatsen. Even lekker in die heup hangen. En dan wissel je van kant. Nou, het ziet er nog goed uit, Jan. Alsof je niet weg bent geweest.
Yes, heel goed, guys. Na de 10 groiners gaan we naar 10 up and downs. Goed, guys, 2 minuten onderweg. Heb je die up and downs af, ga je naar de lateral hops. Jongens, gewoon lekker steady. Maak de rondes lekker af. Kleine 2 minuutjes te gaan. Heel goed, jongens. Kom maar lekker steady door. We gaan bijna de laatste minuut in. Probeer je tempo ietsjes op te voeren. Het is echt even lekker goed warm worden. Jongens, laatste 30 seconden. En relax, jongens. Goed. Kom even rustig bij. Drink even een slokje water. En dan ga ik met Chess zo meteen de movements laten zien. Mocht je een yogamatje hebben, pak hem er even bij. Dat is lekker voor met name als je eerste oefening om op een zachte ondergrond te liggen. Een dikke handdoek kan ook. En we gaan ook al een object nodig hebben, jongens. Dus zorg dat je een gewicht bijpakt. Goed. Voor deel 1, jongens, gaan we lekker aan de core werken. Nogmaals, e-mom-style, dus elke minuut wisselen we door naar een volgende oefening. Waarbij we in die minuut 40 seconden werken en 20 seconden rust hebben. Eerste beweging, de hollow rocks. Die hebben we al wat vaker gedaan. We komen mooi in onze hollow positie. Dus Jesse brengt de schouders van de grond. De voeten blijven mooi bij elkaar en dan krijgt een mooie bananenvorm. Handen kunnen boven het hoofd blijven. Lukt dat niet, mag je ze ook naast je houden. Vanuit hier gaan we voorzichtig op en neer schommelen. Het hoeft geen grote schommelbeweging te zijn. Het kan gewoon een hele kleine korte beweging zijn.
Dat gaan we proberen om 40 seconden vast te houden. En dat wordt snel pittig, jongens. Mocht je merken dat het te zwaar wordt, kunnen we naar een schalingsoptie gaan die er als volgt uitziet. Schouders blijven van de vloer, maar ik trek mijn knieën licht in. Knieën mooi bij elkaar houden. En ook hier kan ik mooi op en neer schommelen. Belangrijk is dat die spanning in die core blijft. Ja? 40 seconden, dan heb je 20 seconden rust. Dan gaan we door naar de plank slides. Je komt in een plankpositie op de handen. Dus eigenlijk de pushpositie. En het gewicht begint aan één van de kanten naast je lichaam. Dus links of rechts maakt niet zoveel uit. Vanuit deze positie gaat Chester nu met zijn rechterhand het gewicht vastpakken. En die brengt die naar de andere kant toe. Vanuit hier pakt hij met de andere hand vast. En zo gaat het gewicht 40 seconden lang op en neer bewegen. Waarbij hij gaat proberen om zo min mogelijk zijn heup te bewegen. Zodat hij goed moet spanning gaan zoeken met zijn buikspieren. Ja? Dit is de plank slide, jongens. Wordt snel pittig. Dus pak niet een te zwaar gewicht. Want dan wordt het heel snel zwaar, jongens. Een fles water kan bij wijze van al genoeg zijn om hem lekker uitdagend te maken. Ja? En de laatste. Mountain climber. We blijven in die pushy positie. We hebben gisteren ook een warming-up gedaan. Knie gaat richting de borst. En dan gaan we op die manier de beweging inzetten. Wil je hier een beetje variatie in brengen, kan je hem ook kruislinks gaan doen. Dus dan gaat jouw knie naar de tegenovergestelde elleboog. Ja? Zo kun je een beetje spelen met de mountain climber. Aangezien we hem regelmatig doen. Yes? Alles duidelijk, jongens? Top. Oké. Okay. Dan mogen jullie lekker jullie klaarmaken voor het eerste deel, jongens. Zorg dat je gewicht klaar staat. En we beginnen dus met de hollow rocks. Ja, yes. Ja, precies. Goed, jongens. Maak je klaar. Gaan we in de eerste beweging in 3, 2, 1. En here we go. 40 seconden is wat langer, jongens. Dus zorg dat je op tijd gaat schalen naar eventueel een makkelijke positie, mocht je merken dat je niet meer vast kan houden. Yes, hou die knieën mooi bij elkaar, Jelle. Yes, klasse. Net jongens, kom aan. Net Sharon, ziet er goed uit. 10 seconden nog. Vijf. 3, 2, 1. En rust. Chester is nu aan het smokkelen. We zijn net begonnen. Volgende zijn de plank object slides. Gaan we in 5. En 3, 2, 1. En here we go, guys. Dus mooi als een plank. Zoek die spanning op. Je hoeft niet snel op en neer te gaan. Heel goed, jongens. Probeer maar andersom te doen, Annelies. Ik wil dat je gaat trekken aan het object. Dus je wilt hem onderlangs trekken in plaats van duwen. Nog 3, 2, 1. En rust. Yes, dat is hem, Annelies. Zo goed. De mountain climbers komen eraan, jongens. Oké, okay, get ready in 5. 3, 2, 1. En here we go, guys. Probeer mooi zo'n plank te blijven, dus voorkom dat die heupen de lucht in gaan. Heel goed. Je kan dus verkiezen om kruislinks te gaan, jongens. Pakken we iets meer de zijkant van de core mee. Heel goed, hou vast. Tien seconden. Vijf. Drie. Twee. Eén. En rust. Oké, jongens. Ronde 1 gehad. Zeg, hè? Ja.
Houd ons van boven in de gaten. 10 seconden, jongens. Beginnen we bij de eerste Hollow Rocks. Dat is misschien wel de pittigste van vandaag. Get ready. En daar gaan we, jongens. Kom maar. Dus maak jezelf mooi compact. Schouders van de vloer houden. Die onderrug wil je in de grond gedrukt houden, jongens. Als een bananenvorm. Het is helemaal oké om die knieën in te trekken. Het is een pittige beweging. Heel goed, jongens. Kom maar, nou vast. We zijn er bijna. 10 seconden. Kom maar, Jess. Nog 3, 2, 1. En dus. Klopt, jongens. Dan waren die 20 seconden van de week wel lekker, hè? Tien seconden, jongens. Gaan we naar die object slide. In 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Als een mooie plank. Zorg dat je die bilspier ook aanspant. Voorkom dat je te veel met die heupen gaat bewegen, jongens. Yes, heb je gezien? Heel goed. Netjes aan net. Kom maar, Jan, vasthouden. Laatste 10 seconden, kom op, guys. Nog 5, 3, 2, 1. En ontspan. We hebben 20 seconden rust. Ja, het valt niet mee, hè, op de donderdagochtend. 10 seconden, jongens. Gaan we naar de mountain climbers. Dan hebben we de langste rondes al gehad. In 3, 2, 1. En here we go. Come on. Gewoon lekker steady. Doe het niet super snel. Gewoon één voor één de knie richting de borst of richting de elleboog trekken. Nou, wacht maar. Volgende week zit hij er gewoon in, hoor. Voeten van de vloer uit, Jess. Ah, had ik wel los. Kom maar, guys. 10 seconden. Vijf. Drie. Twee. Één. En er is lekker, jongens. Oké, 2 gehad. Nog 1 ronde te gaan. En dan gaan we naar de leukste van vandaag, de Hollow Rocks. In 3, 2, 1. En here we go, guys. Kom maar. Zodat je mooi die spanning zoekt. En ga je naar die tuck in. Ga maak jezelf zo compact als je kan. Dus die knieën wil je echt richting de borst hebben. Zoek die maximale spanning op, jongens. Heel goed. Met Jeva. Klasse, Emmy. Heel goed. Hou die spanning mooi vast, jongens. Kom op. Beetje Annelies. Kom maar, laatste beetje. Een paar seconden nog. 5. En 3. 2. 1. En rust. Lekker, jongens. Oké. Okay. Plank slide. Komt ie in 5. En 3. 2, 1, en here we go. Kom maar, guys. 40 seconden werken. Hou die heupen iets lager, Annelies. Yes. Netjes, jongens. Kom aan. Gewoon steady door. Het hoeft niet snel. Kom maar, laatste paar seconden weer. Nog 5. En 3, 2, 1. En rust. Heel goed. Laatste minuut, jongens. Dan pakken we lekker een paar minuten rust.
10 seconden. 5, 3, 2, 1. En here we go. Kom maar, laatste keer de mountain climbers. Zoek goed die spanning op. Dus hou die heup een beetje laag. Kom maar, guys. Laatste beetje. Ik wil iedereen zien werken. Probeer niet te stoppen. That's it. Kom aan, hou vast. Weet je, jongens, kom aan, 10 seconden nog. 5, 3, 2, 1. En ontspan. Klasse, jongens. Zo, dat was deel 1. Dan krijg je lekker een paar minuten rust. Dus zorg dat je even lekker je ontspanning zoekt. Drink een slokje water op je gemak. En dan geef je chest ook heel even een minuutje rust. Voor we de oefeningen gaan laten zien. Gaat het nog goed, Jan? Goed zo. Hm? Ja, klopt. Ja, maar een beetje moeilijker weer. Ja, goed, Chester is soort van bijgekomen. We gaan een M-rap doen, jongens, van 12 minuten. Dus 12 minuten lang, zoveel mogelijk rondjes. Beginnend met de hang snatch. Je kan hier allerlei objecten weer voor gebruiken. Kettlebell, dumbbell, backpack, zwaar boek, wat je hebt. Vanuit een staande positie pak ik het gewicht op in een deadlift. Dus we moeten eerst het gewicht oppakken voor we mogen beginnen met de beweging. Vanuit hier breng hem in de hangpositie, ze komt licht voorover. En je brengt het gewicht naar boven het hoofd. Dus het is een vloeiende beweging van de heupen richting boven het hoofd. Je moet er 20 doen. Heb je een dumbbell of kettlebell, mag je ze alternating doen. Je mag er ook eerst 10 aan één kant doen, 10 aan de andere kant. Wat jij zelf fijn vindt, mag je hem vandaag opdelen. Ja? Heb je nou een wat groter object, dus een backpack? Nou, pak even een wobbel. Dan doen we het met beide handen. Moet je er gewoon 20 doen vanaf de hangpositie. Dus dan kom je deadlift je hem eens weer naar de knieën. En in één beweging breng je hem boven het hoofd. Voorkom dat het een swing gaat worden. Dus we willen niet die beweging hebben. We willen hem langs het lichaam omhoog laten gaan. Ja, dus je trekt hem op die manier omhoog. Yes? Dan doen we er 20 van, jongens. Dan, oefening die we zo vaak gedaan hebben. De burpee. 10 stuks. Borst gaat naar de grond. Je komt omhoog. En zorg ervoor, jongens, dat je even je uitstrekt wanneer je het sprongetje maakt. Dus voorkom dat je heel erg voorovergebogen blijft. Dus dit willen we niet zien. Ja, mooi even uitstrekken. Geef je gelijk even een klein momentje van rust. Hebben we daar 10 van gedaan. Gaan we naar de leukste van vandaag, de tuck jumps. Vanuit de staande positie. Spring je explosief omhoog. En die knieën, die breng je mee richting de borst. Heb je onderburen. Stuur ze maar een sorry kaartje namens ons. En we eindigen met weighted lunges. Het gewicht die je gebruikt voor de snatch, die pak je op. Die hou je voor de borst. En vanuit hier gaan we lunges maken voorwaarts. Dus niet achterwaarts lunges, maar mooi voorwaarts stappen. En deze doen we alternating. Dus doe eerst links, dan rechts. Tot je bij de 10 bent. Yes? Dus één ronde. 12 minuutjes lang gaan we er zoveel doen als we kunnen, jongens. Het is een beetje een medium lange workout. Dus zorg ervoor vanaf het begin niet meteen super snel op start willen gaan. Kijk de eerste ronde aan hoe het voelt. En vind daar echt wel lekker je ritme. Zonder dat je jezelf gelijk helemaal opblaast. Ja, dus begin wat relaxter. En misschien kan je gedurende 12 minuten tempo licht op gaan voeren. Goed. Ben je bijgekomen, Chess? Ja. Zijn jullie er ook klaar voor, jongens? Ja? Top. Kijk. Kijk. Oké, jongens. Chester heeft ook zijn grote gewicht klaarstaan.
Wil je twee kettlebells of is eentje goed? Of is eentje misschien wel lekker? Alright guys. Maak jezelf klaar. Dan gaan we beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. En here we go. Kom maar, 12 minuten werken. Gewoon lekker relaxed tempo beginnen. Vind je ritme. Netjes. En bij die snatch zorg dat je wel explosief uit die heup werkt. Netjes. Je hoeft niet naar de grondanalyse vanaf de knieën. Begin vanaf de knieën. Hoppa, lekker Jan. Single arm backpack snatches. Ja. De snatches gedaan, you guys. 20 stuks. Ga je naar 10 burpees. Heel goed jongens, gewoon lekker steady op die burpees. Het hoeft allemaal niet snel. Probeer gewoon lekker te blijven bewegen vandaag. Voorkom dat je in een fase komt waarbij je moet stoppen tijdens de burpees omdat je vermoeid raakt. Je wil deze gewoon lekker steady 1 voor 1 doen. 10 burpees gedaan, ga je naar de tuck jumps. Dan worden er 20. Checks. Lijkt me explosief. Knieën gaan richting de borst. Netjes jongens. Dan heb je er 20 van gedaan. Gaan we naar 10 weighted lunges. Gewoon 1 voor 1. 5 per been. Met dat gewicht in je handen. Dan heb je dubbele gewichten. Kan je ze in je frontrekpositie houden zoals chest doet. Dan heb je een enkel gewicht. Hou hem lekker voor de borst. Heel goed jongens. Yes, goede rosine. Klasse Emmy, netjes. Tweede ronde begonnen. Klasse Jelle, netjes. Goed dat die heupen werken. Netjes guys, mooi tempo, houd het vast. We zijn 4,5 minuten onderweg. Netjes.
bezig, Jan. Klasse. Goed, Eva. Lekker jazz, hoppa. Dan mijn favoriete onderdeel. Good guys, klasse hoor. Netjes jongens, blijf mooi explosief in die tuck jumps. Yes, dan heb je daar weer 20 vakken gedaan. Komen die lunches weer. Yes. Ik ben bezig, guys. Nou, ruim over de helft. Kom maar, probeer hetzelfde tempo lekker vast te houden. Hoppa, lekker tempo, Jelle. Netjes jongens. Come on. Steady pace. Hoppa, lekker chest. Gelijk door die burpees. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk naar die tuck jumps toe, hè? Lekker jongen, ziet er goed uit. Hou de tempo lekker vast. Hey Janet, ook al bij de burpees, heel goed. Klasse Annelies, blijf goed uit die heupen werken, heel goed. Netjes. Klasse, we hebben nog een kleine 4 minuten te werken jongens. Gaat hartstikke goed, hou de tempo lekker vast. That's it. Come on, die tuck jumps gewoon 1 voor 1. Het is een ellendige beweging, ik weet het. Netjes. Klasse Emmy, hou vast die burpees. Lekker Jelle. Hoppa, dubbel dumbbells netjes. Klasse jongens, kom aan. Lekker bezig Jan, kom op, hou vast. Oh, lekker steady jongens, komt er zelf een eind aan. Yes, netjes. Lekker jongens, kom op, houd het vast.
Lekker jazz. Heel goed jongens, we gaan de laatste 2 minuutjes in. Kom op. Wil je de tempo lekker vasthouden? Netjes jongens. Ja, goed, kom op, hou het vast. Right, laatste minuut, guys. Goed nieuws, Jess. Je kan ze alle twee nog wel doen. Kom. Hoppa, lekker hoor. Lekker hoor. Kom maar, guys. Houd het vast. Probeer zo ver mogelijk te komen in de ronde waar je zit. Nog 30 seconden. Kom aan, hou vast. Kom op Jelle, een laatste beetje. Pak gelijk weer je gewicht op. Yes, netjes. Kom aan, we gaan niet meer stoppen jongens. 15 seconden nog, kom op. That's it, hou vast. Kom aan, laatste paar seconden. Nog 5. 3, 2, 1 en done. Lekker jongens. Zo. Lekker gewerkt. Pittig? Lange stukjes. Ja, hè? Die maak je zo meteen kapot dan ook. Ja, stukjes zijn altijd heel pittig. Ja. Goed jongens. Komen jullie lekker rustig bij. Drink een slokje water. Geef Chester ook weer even wat minuutjes rust. En dan gaan we zo... Het fijnste gedeelte van elke les, een stukje mobiliteit, althans, niet voor iedereen. Maar wel. Het ligt eraan hoe mobiel je bent. We hebben zo meteen een 5, eigenlijk 4 oefeningen. De laatste is het lekkerste van allemaal, de rebound. We gaan zo meteen even laten zien. Het zijn steeds holds die we steeds een minuut vasthouden. Probeer lekker te focussen op je ademhaling vandaag, jongens. Dus diep je neus inademen en weer rustig door de neus uitademen. Zul je merken dat je wat meer in die spanning kan gaan ontspannen. Klinkt gek, maar dat werkt vaak heel goed. Voor de eerste, jongens. We blijven gewoon op de voet staan. Kan de voeten tegen elkaar aanzetten of iets uit elkaar zetten. En vanuit hier ga je nu langzaam voorover. Je laat je armen mooi hangen. En je probeert zo ver mogelijk naar beneden te gaan als je kan. En we gaan focussen om die benen mooi gestrekt te houden. Dus lukt het niet om heel diep te komen, is het oké, zolang die benen maar gewoon mooi gestrekt zijn. Ja, we willen die spanning achterin voelen. Dat doen we 1 minuutje. En dan gaan we door naar de volgende beweging. Dus mogen jullie mooi klaar staan, jongens? Goed, gaan we in 3, 2, 1. En here we go. 1 minuut. Laat jezelf mooi helemaal hangen. Je mag gewoon je rug lekker bol maken. Is goed. Gewoon lekker ontspannen. Focus op je ademhaling. Nou goed, 10 seconden nog. Nog 3, 2, 1
En kom rustig uit deze positie. Heel goed, jongens. Voor de volgende mogen jullie op de billen gaan zitten. Toch? Ja. En dan mogen de benen... mogen de benen mooi wijd. En vanuit hier gaan we nu of eerst links of eerst rechts naar de zijkant. Dus je gaat je arm over je hoofd brengen richting je voet. Kijk hoe ver je kan komen. Houden we 1 minuut aan één kant vast. 1 minuut aan de andere kant. Ik ben blij dat ik deze niet hoef te doen. Goed jongens, gaan we al klaar zitten. Hou een minuutje vast aan één kant. Kom maar. Ja. Of is dat niet een tukje? Oh, bij internet doet het niet. Ja. Ja, goed jongens. Nog 10 seconden aan deze kant. Drie, twee, één. En kom rustig uit deze positie. En dan ga je naar de andere kant toe. En dan pakken we daar ook een minuutje vast. Heel goed. Weet je wel. Jelle denkt, ik blijf gewoon lekker rechtop zitten. Zoek hem maar uit. Wie? Jelle. Lekker Jelle! Goed jongens. Dan even vast. 20 seconden. En probeer ook lekker op je ademhaling te blijven letten. Vijf, en drie, twee, één. En kom maar rustig uit deze positie. Dan mogen we nu naar de knieën verplaatsen. Waarbij de voeten plat op de vloer zitten, dat ook gelijk de enkels even een beetje meerekken. Dan heb je 2 keuzes. Je kan ervoor kiezen om boven op de voeten te gaan zitten. Dan stretch je meteen ook even de enkels mee. Is het te intens qua gevoel, kan je gewoon rechtop op gaan zitten op je knieën. Is ook helemaal oké. Vanuit hier brengen we nu... 1 arm omhoog, gaat je hand richting het schouderblad. En vanuit hier pak je met je andere hand je elleboog vast. En die trek je licht naar je hoofd toe. Niet te veel. Zoek gewoon een comfortabele stretch. Het hoeft geen scherpe stretch te zijn. Gewoon lekker relaxed. Dat we die letten zo even oprekken. 1 minuutje aan één kant. 1 minuut aan de andere kant. Seconden. Dan 3, 2, 1. En laat je armen los. Schud je armen heel eventjes uit. En dan wissel je naar de andere kant. Pakken we die ook een minuutje mee. Nou goed jongens, kom maar, een klein stukje nog.
Laatste 10 seconden. En 3, 2, 1. En ontspan lekker. Dan gaan we naar de laatste positie. Nee, de laatste is heel relaxed. Goed, je mag op in een lunchpositie komen. En vanuit hier laat je één hand op de grond, dus kies een kant die je wilt. Vanuit hier ga je nu met je andere hand de achterste voet vastpakken. En die trek je richting de billen. Gaan we een extra stretch in de voorkant. Gaan we in de heup voelen, maar ook in de bovenbenen. Dan pakken we 1 minuut aan één kant en 1 minuut aan de andere kant. Dan zit het gewoon recht op je. Ja, maar die kan deze oefenen. Je wilt deze stap. Deze houdt in de lessen. Jongens, gewoon lekker relaxed. Net het landen zo. Maar zo staat hij bij Rondo. Vijf, drie, twee, één. En ontspan, kom rustig uit deze positie, wisselen van kant. Neem even je tijd om die positie goed te vinden. En dan pakken we een minuut mee. Laatste beetje, jongens. Nog 5. En 3, 2, 1. En relax. Nou, voor de laatste, jongens. Je mag op de rug komen liggen. Laat jezelf gewoon helemaal ontspannen. Benen gestrekt, armen gestrekt. Laat je lichaam gaan waar het wilt gaan. Dan pakken we even 1 minuut gewoon lekker. En liggen in positie. De rebound. Je ogen lekker dicht. Probeer nergens meer aan te denken. Oké, mag je rustig uit deze positie komen of lekker blijven liggen als je wil. Maar dit was de les voor vandaag, jongens. Super tof dat je er allemaal waren. Een lekker grote groep vanochtend. Zijn we altijd blij mee als er veel mensen meedoen. Hij was weer pittig. Maar goed, dat is alleen maar lekker, toch? Zijn dag met beginnen. Goed, geniet van de mooie dag, jongens. En hopelijk tot morgen of van het weekend.
En dan zien we jullie dan weer.